Stichting Lezen organiseert ieder jaar een voorleeswedstrijd om de allerbeste voorlezers uit heel Nederland te kunnen vinden. En die voorlezers die zitten in groepen 7 en 8 van de basisschool. En de eerste ronde die wordt altijd gehouden op de eigen school. Dus daar gaan de kinderen uit die groepen die strijden onderling. En de schoolkampioenen die komen bij ons in de bibliotheek. En dan organiseren wij dus de Almeloos voorleeswedstrijd, waarbij die winnaars van de scholen tegen elkaar de strijd aangaan. Normaal houden we de voorleeswedstrijd in de Evenaar, maar ja, dat kan natuurlijk dit jaar niet. Dus hebben we ervoor gekozen om alle scholen te vragen of ze van de voorlezers, hun kampioen, een filmpje willen opsturen die ongeveer 5 minuten duurt. Want dat is normaal ook het tempo dat je... een tijd dat je hebt om voor te lezen. Nou, alle scholen hebben een filmpje ingestuurd. We hebben dat bekeken, Paula en ik. Dat was heel leuk. We hebben echt van genoten. We hebben hele mooie stukjes gezien. En we dachten, waarom is dit nu gestopt? Maar we hebben toch 2 winnaars kunnen kiezen. En die gaan door naar de regionale finale. En Almelo mag altijd 2 winnaars afvaardigen voor dan weer de volgende ronde. Dus dan komt er een regioronde. Na de regioronde, die winnaars die mogen naar de provinciale ronde. En de provinciale winnaars die gaan uiteindelijk in het voorjaar naar Utrecht. En daar wordt dan de landelijke finale gehouden. Dat is altijd hartstikke spannend natuurlijk. Het waren leuke filmpjes, mooie filmpjes. We hebben er met heel veel plezier naar geluisterd. We hebben ontzettend gelachen, als ik het mag zeggen. Ik verstond badpakje, maar het was waf waf hapje. Vond ik wel heel erg komisch. Dus we hebben alle filmpjes gekeken en er zijn 2 winnaars uitgekomen. En die gaan naar de regionale voorleeswedstrijd. En daar doen dan de kampioenen mee uit in ieder geval Borne, Hof van Twente, Wierden, Almelo en misschien nog wel wat, maar dat ben ik even vergeten. Dus uit onze regio en de kampioenen daarvan, die mogen dan door naar de finale van de provincie. En die zal ergens half april zijn en dan in mei is in Utrecht de finale van alle provinciewinnaars. Aanstaande maandag, dan is de bekendmaking van de winnaars. Hallo allemaal, welkom bij de Almeloze ronde van de voorleeswedstrijd 2021. 21 kinderen hebben dit jaar... En die winnaars die worden natuurlijk bekendgemaakt in hun eigen klas. De leerkrachten die krijgen het filmpje met de uitslag maandagochtend heel vroeg al in hun mailbox. En voor alle opa's, oma's, buurvrouwen en iedereen die geïnteresseerd is, die mag kijken via de website van de bibliotheek en via Avisie, 's middags vanaf 4 uur.